onderweg naar Ermelo. Sterker nog, we komen aan. En we gaan morgen het NK Vriezen rijden. Ik moet om 9:30 starten. En Ime heeft een stal op het centrum hier zo. Dus we mogen vanaf 6 uur de stallen in. Hou je mond, we zijn er. En het is nu 6:10. We zijn ietsje te vroeg, maar goed, dat zal geen probleem zijn. En dan gaan wij in Hotel van de Volk slapen. En dan komt Henk's zus ook. En Roos doet ook mee. Roos gaat ook in Van de Velk slapen. Dus het wordt sowieso gezellig. En heel reëel gezien maak ik best een beetje kans om morgen kuur te rijden. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Nou, zo te zien zijn we de eerste. Maar we gaan ons best doen. We zijn bijna elk jaar in stal B, dus dat is wel grappig. Nou, Ime staat er heel rustig bij, we hebben net alles uitgeladen. Het is weer een volksverhuizing natuurlijk. Maar goed, alles is geïnstalleerd en hij staat er heel rustig bij. Dus daar ben ik blij mee. We hebben dit jaar een slotje met een sleutel, dus dan hebben we niet het gesodemieter met een cijferslot wat niet meer open gaat. En hij lijkt heel relaxed, dus kan die mooi uitrusten voor morgen. Nou, we slapen vanavond in Van der Valk. We hebben een mooi bed. En we hebben een mega gave... Een beetje donker, dat film ik niet handig. Kijk eens, we hebben een bubbelbad. Jamie heeft erin gelegen, helemaal geweldig. En een grote douche. En hallo. Dus, het is nu 11:15. We gaan zo naar bed. Slapen. En ons voorbereiden. Nou, het is zover. We zitten in Ermelo en Ime is al klaar. En uiteraard zijn we weer te vroeg, dus we staan nu eventjes tijd te rekken. En dan gaat die knapperd, hoop ik, normaal doen en niet zulke capriolen uithalen als vorig jaar. Dus spannend.
Nou, we staan in een stal met allemaal hengsten en de een is nog interessanter dan de ander. Ze moeten allemaal even vertellen hoe mooi ze zijn. En ze zijn ook allemaal heel erg mooi. Deze is ook heel mooi. Ik kan hem dicht doen. Laat zich niet zo goed zien. Nou, Iman staat lekker te eten. Die is helemaal relaxed nu. Hè, Impie? Ja. We hebben een hele knappe buurman ook. Die stond net heel leuk geluidjes te maken, dus ik hoop dat hij het straks nog een keertje doet, dan zullen we dat ook nog even filmen. Yes! Nou, Roos heeft even een knot gemaakt bij Michelle. Jee! Ja, helemaal profi. En die gaat geluk brengen. Ja, dat is de geluksknot. Ja. Nou, de proef van vanochtend was weer een spektakel, letterlijk. Want er kwam een karretje voorbij, een steekwagentje. En dat ging al hobbelde bobbel langs de ring toen ik de ring in moest. Nou, hij ging helemaal uit zijn panty. En ik kreeg van de jury gelukkig nog even tijd om hem normaal te krijgen. Maar dat lukte helemaal niet, hij bleef stuiteren. Dus op een gegeven moment ging het belletje en moesten we gewoon gaan beginnen. En het viel me mee. Ik dacht van dat wordt afgeroepen en we gaan weer naar huis. Dus we hadden twee wissels niet goed en we zijn tweede geworden met 2,28 en 2,26. Dus nou, daar ben ik heel blij mee. En we mogen kuur rijden. Dus we gaan nu Iman weer opkalefateren. Roos heeft een hele mooie vlek gemaakt en met mij een hele mooie knot.
Dus aan het uiterlijk zal het niet liggen. Nu nog eventjes braaf zijn, vriend. Remy. Goed, Michelle, dan gaan we nog een keer. Twee ronden. Van
met de prachtige paarden. En even idem dito Amazones. Op de derde plaats is geëindigd Martine Dijkmans met Ietse BV. Mijn zoon had de hinder 406 en als ik zeg BV, dan zien we Barend Veenstra zo dadelijk ook weer in de baan, want het is door hem gefokt. Het reservekampioenschap gaat naar Esther Postbus Coco WE. Oh mijn god! Een Hessel 480. En Michelle, wie zou er gewonnen hebben, denk je? Ja, hè? Oh. Image. Blijf zitten. Michelle Lancé met Milanco's Image. En ook Ime is een Hessel 480. En hebben we die hengst vanmiddag vaker voorbij horen komen. Hoe blij is deze vrouw? Nee, hè? Gaat hij zich braaf gedragen? Jawel, hè? Hij is toch wel iets gewend? Je mag bij Pieter plaatsnemen. Ja, dat geeft niks. Barend, waar ben je? En Ali, hier, dit is je paard. Dus dan ga je even bijstaan. Geweldig, hè? Dan zeg je, dan heb je één sportpaard. Nee, dan hebben we er twee. En Jenny weet het wel, hoe is de relatie met Matsje en Leven? Matsje en Leven. Uiteindelijk komen ze allemaal uit Leonora, hè? Ja, met de proeven. Die dag ook wel eens? Ja. Oh jee. Oh, deze doet echt wat hij zelf zin in heeft. Woo! Woo! Geweldig. Alle kampioenen worden verzocht om naar deze kant. Dus de hoogste score. Bam, zeg ik. Dan heb je dubbele vijfde pakket. En ik vind het ook nog een pakketje bij, zei ze. Ik denk dat het goed is. Had ik hier nog een leken?
We hebben hem echt verdiend nu, hè? Ik zie er geweldig uit met dat haar zo, maar proost. Proost. Zo, we hebben een slokje om.